Yo, beste kijkers van DW Fish Team en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. Het is de tijd, de hoogste tijd, om weer lekker een nachtje te gaan karpenvissen op het kanaal Slash Vaart, samen met Chit de Fenderski en mezelf natuurlijk. Het is lekker weer, 25 graden, de zomer is bijna begonnen, maar het voelt er wel zo. Dus ja, het is lekker genieten. Ik heb de korte kleertjes aan en we gaan vandaag vissen op een nieuwe stek, waar we al wel een paar keer eerder zijn geweest. Kan je misschien herkennen uit eerdere video's, maar we hebben er eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit gevist. Dus ik denk dat we wel een goede kans maken, maar je weet natuurlijk niet wat er zwemt, wat je kan verwachten. Dus we moeten het allemaal zelf gaan uitvogelen. Chitten is er rond een uurtje of 8, het is nu een uurtje of 6, dus ik dacht ik ga maar vast zitten. Lekker alvast alles opbouwen, klein beetje filmen. Ik zou zeggen pak wat te eten en drinken, ga er lekker voor zitten. Doe alvast dat blauwe duimpje omhoog en dan neem ik jullie mee naar de stek. Ik zie jullie zo. Yes, ik ben aangekomen op de bestemming. En zoals ik zei, misschien kan je het wel herkennen, want we zijn aardig vaak op deze brug geweest, onderweg naar andere stekken. Nog nooit het idee gehad van we gaan hier eens een keertje vissen, maar het was vandaag zo lekker weer. Kijk, je hebt hier een mooie stek waar we gewoon met de tenten kunnen zitten. Dus dat stop. En kijk, lekker breed stuk kanaal, allemaal zijkanten, bruggetjes erbij en natuurlijk heel veel lelies met het zonnetje erop. En dat heb je bijna nergens bij ons op het kanaal. Eigenlijk alleen op dit stuk, dus we gaan het hier gewoon een keertje proberen. En kijk, gaat die vent precies op mijn stek zitten. Maar dat maakt niet uit. Zo, de brommers zijn ook weer voorbij gereden. Kijk eens, wat een luxe. We hebben hier een heerlijk bankje waar we gewoon op kunnen zitten. Ik ben aangekomen op de stek. En we hebben hier niet heel veel ruimte, moet ik zeggen. Kijk, je hebt hier maar een heel klein stukje waar we twee hengels kwijt kunnen. Het ligt gelijk helemaal vol met lelies hier zo. Maar we kunnen hier twee hengels kwijt. Ik denk eentje naar het bruggetje en eentje hier voor de brug. Met scheppen gaat het nog wel een lastig verhaal worden, denk ik. Maar goed, we kunnen ook over de brug heen lopen naar de overkant. Daar scheppen, we kunnen hier scheppen. Moet goed komen. En dan hebben we ook nog aan de andere kant van de brug. Ik zal even een klein stukje rennen. Kijk, we hebben hier zo best hoog gras allemaal. Aardig hoog. Maar hierachter kan je nog wat twee hengeltjes kwijt. Met de sounderbox. We hebben weer een hele nieuwe kom, helemaal vol met lelies. We kunnen ook twee hengels kwijt. Dus ruimte zat, keuze zat. En we gaan eens even beginnen met opbouwen. Hengels opgebouwd, tankje staat, we kunnen lekker gaan zitten. Kreddel, schepnetje, alles. En we gaan de hengels klaarmaken, let's go! Zo, daar zitten we dan. Ondertussen is het al een uurtje of 8 en Chitten is nog steeds niet gearriveerd. Ik werd net gebeld, hij zegt Daan, ik was even met mijn ouders aan het bellen. Ik had het even druk, kan gebeuren, maar ja, die jongen is wel erg laat. Dus ik zit ondertussen al een uurtje te wachten. Tot die jongen een keertje zou komen, maar hij schiet mij nu op. Dus vraag alvast lekker het voertje maken. Ik heb de hengels al klaargemaakt, dat ga ik jullie zo meteen uitleggen. Maar eerst het voertje, stap 1. Eens even kijken waar het ligt. Heel het voertje bestaat uit het voer van onze grote vrienden van tijgernotenkoper.nl. En de basis is de Scopex Boilies, 20 mm. En daar gaan we ongeveer een kwart zakje van gebruiken. Deze zak is 2,5 kilo, dus ik denk ongeveer, dat is een kwart. Ongeveer 750 gram. Zo, 750 gram van de Scopex Boilies. Dan heb ik hier zo uit mijn vriezer. Ik heb ongeveer 8 van deze zakken al voorgekookt, ingevroren in de vriezer. Kan gewoon, als je een beetje ruimte hebt, altijd handig. Gooi weer heel de zak erin. Hoppa. Ik kan nooit in de praat, nooit te weinig. De paai is net afgelopen, dus die karpers die vreten wel. Als laatste hebben we de Premium Particle Mix, kant en klaar. Altijd ready voor gebruik. Gooi ongeveer een half bakje van in. Hennep, boekweit, beetje kikkererwten, beetje tijgenoten, alles er doorheen. En ja, dan heb je toch wel een lekker voertje. Dan gaan we even mixen, laat ik jullie zo meteen het resultaat zien. En dan is het tijd om de hengels erin te gooien. Nou kijk eens, dit is het eindresultaat. Alle drie de voertjes door elkaar.
gaan we het nou even een beetje husselen. Een beetje mengen. Oh, dit ziet er goed uit, joh. Moet je eens kijken. Boilies, scopex smaak, tijgenoten en de kant-en-klare particlemix. Kind kan de was doen. Ah, als we hier een karp mee vangen, dan weet ik het zelf ook niet meer. Ik zou het zelfs bijna kunnen opeten. Maar dat gaan we niet doen. We gaan een voerbord vullen. Ook als die nodig, weet je wel zeker dat je onderlijn gewoon met het voer perfect op de goede plek ligt. Dus ik ben er klaar voor. Laten we gaan werken, jongens. Ja, het is zover. De hengels zijn er klaar voor. We gaan ze het water ingooien. Ik ga even uitleggen waar ik vandaag mee ga vissen. Hengeltje nummer 1 met een inlijn loodsysteem. Met ongeveer een onderlijn van, wat zal het zijn? Ja, 12 à 15 centimeter. Onderlijn materiaal wat ik gebruik is de softcoated hoeklink van Rich Monkey. De bruine kleur. Heel het gedeelte heb ik niet gestript. Is allemaal stijf. Vanaf de poetie is het wel gestript. Dus dan heb je een heel soepel gedeelte aan het uiteinde. Kijk, kan alle kanten op bewegen. Met daaronder de haak die ik gebruik is een Curve Shanky. Maatje 6 van Rich Monkey. En ik heb geen normale lijnlijnen gebruikt. Maar een Curve Kick, hè, dat is een soort verlengde lijnlijnen. Ietsje langer is die. En als haakaas gaan we vissen met de zwarte tijgenoot. Met daarop een klein roze pop-upje voor het visuele aspect. Dan hebben we hier hemmertje nummer 2. Vast loodsysteem. Hetzelfde principe eigenlijk. Hetzelfde onderlijnmateriaal. Hetzelfde haak. Wederom een Curve Shanky. En waar we mee gaan vissen is een uitgeharde boilie. Een hard one. De scopex smaak. Daar voeren we ook mee. Maar dat zijn de zachte bollen. En dat is puur voor de kreeften en zo, zodat die niet kapot kan. Tussen de haak en het aas heb ik ongeveer een pinkie qua ruimte. Zoals je ziet. Als hij hem inslikt, kan de haak lekker inhaken in de onderlip. Dat moeten we hebben. En ik ben er helemaal klaar mee. Ik zit nou ondertussen al een uur te wachten op die jongen. Of 2 uur, sterker nog. En ja, het is mooi geweest zo. We gaan de hengels het water in gooien. Chitten zien we zo meteen wel. En we gaan vissen, eindelijk. Tijd voor de eerste hengel. De hengel met de zwarte tijgenoot. Die gaan we eens even heel gevoelig in het bakje leggen. Kijk, ideaal dit bootje. Klepje dicht. Ik doe daar even een klein schepje voer op. Voor de rest voer ik nog met de hand een klein beetje bij. Een beetje verspreid. En dit gaat er echt recht bovenop. Kijk. Ah, klein. Het is niet veel, maar het is ook niet weinig. En we zijn klaar om te varen. Let's go. Zo, tijd eindelijk voor de eerste hengel. We hebben lang lopen wachten. En wat wel echt super relaxed is aan het voerbootje. Is dat ik gewoon in de ene hand mijn hengel kan vasthouden. En hier zo een soort wiekcontrole heb. Kijk, gewoon met de andere hand varen. Kijk eens. Lijn een beetje strak houden, dat hij mooi over de lelies heen gaat. En ik heb al een mooi stekje gevonden. En daar gaan we nou heen. Nou, mijn tentje staat erachter. Daar, zo zie je mijn hengeltje staan. En hier beneden ben ik aan het vissen. Ongeveer hier zo, tegen het lelieveld aan. En hieronder zit een bruggetje. Het gaat naar een soort zeekanaaltje toe. Dat heb ik nou gedaan. Een klein beetje voer in de voerboot. En we gaan hier nog een paar kleine subtiele schepjes in de lelies gooien. Lekker verspreid. Kijk, hoppa. Hier is onder de brug een beetje. Zo. Nog een klein schepje. En wat nou belangrijk is, zorg altijd dat je niet op je eigen lijn voert. Stel je voor, die karpen die gaan vreten. En ze komen je lijn tegen, dan schrikken ze. Zijn ze zo weg. Dus we doen er nog wel een klein schepje. Verder de lelies in. Hoppa. Zo, dat was het. Hengel 1, die ligt in. Mooie schoenen ook trouwens. En het is tijd om de andere hengel te gaan doen. En Chitten die zal zo meteen wel aankomen. Maar het is toch al 9 uur ondertussen. Maar een gozer is het ook, hè. Kijk, daar ligt hij dan. Richting de brug. En ik heb wel toplood gebruikt. Want er varen hier toch wel aardig wat boten langs. Maar met al die lelies moet je dat eigenlijk niet willen. Want ja, die karper die kan toch de lelies in schieten. En dat toplood kan toch om de lelies heen blijven hangen. Moet je ook niet willen. Kan alleen maar gezeik blijven. Maar goed, met die boten kan het niet anders. Dus we gaan van het beste uit. Hoop dat het goed komt. Zullen we hebben de Playboy Mansion. Hoe is jongen? Lekker. Godverdomme, 9:30 s'avonds. Ja joh, kan gebeuren. We zijn er. Ja, ik sta wel lekker. Het mooie is, morgen moet ik om 9 uur thuis zijn. Dus en, weet je wat er helemaal mooi is? Dat heb ik jou niet verteld. Het gaat vanaf 6 uur ochtends om 2 uur middag echt fuck hard regen. Nee. Ja. Vuile hond. Jij zegt het ook. Nou ja, ik las het net pas. Ik denk, nou, ik ga het maar niet zeggen. Nee. Ja, het gaat echt fuck hard regenen. Nee joh. Ik bij Kie. Ah, ik ben echt moe jongen. Hard gesport. Ja, deze boy is gewoon tegenwoordig aan het sporten. Ja, het werd dus tijd. Altijd leuke opmerkingen van de dumme jongen. Wel. Maar het is tijd.
Dus, tegenwoordig alleen maar eiwitten, alleen maar sporten. Tijd voor transformatie. Ja, dan zijn we bezig. Kijk eens. Oh mijn god. Een lekker kippie. Die jongen is moe. Zijn dat nou eiwitten? Ja! Ik heb een pik over een half uur zonken. Moet jij niet een beetje opschieten? Ik ga zeker mijn best doen. En heb je er vertrouwen in? Ik heb eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen in. Zeker omdat het echt een super kort nachtje wordt. We gaan denk ik, ik ga licht denk 10 uurtjes in, maximaal. Met mijn engel. Dus dat is niet lang. Maar we gaan het gewoon proberen, want wie niet waagt, die blijft maagd. En die gaat ook niks vangen. Dus we gaan er gewoon voor. Gaan we die engels optuigen en gas geven. Hoppa, lekker strijden. Ja jongens, de engels kunnen erin. Ik heb ze even snel klaargemaakt. Eerste hengeltje, Ronnie Richie met een tuna pop-upje erop. Niet bijzonder, gewoon een klassieketje uit de oude doos. Gebruik al vaker, gouden tip, werkt altijd. Andere engel, een snowman presentatie met een hard one hookbait van Scopex. Waarom doe ik dat nou? We hebben veel last van kreeft op het kanaal. En die hard ones, die zijn zo knijterhard, die krijgen de kreeften er zelfs niet af. Dus dat is een gouden tip als je bij kreeften vis. Wat zit er naar bovenop? Een nep tijgernoot pop-upje van tijgernootkoop.nl. Ja, jongens, met dat voertje die Daniel heeft gemaakt, kan het niet anders dan dat het goed moet komen. Moet lopen, hè? We gaan gouden hengeltjes uitvaren en gaan we lekker chillen. Ja, toch? Hoppa, zie je de lampjes al? Wat betekent dat? Hij legt. Hij legt, lekker. De hengels liggen in. Er zitten hier aan de crackers. Het is niet normaal, geen burgers vandaag, maar crackers. En gebakken paprika. Oh. Wat is er aan de hand? Chit the fit boy, DW Fitness Team. Hey! Ik weet het ook niet meer. Nou, ik ben lekker aan het trainen, jij lekker aan het trainen, gezond aan het eten. Kippie erbij, paprikaatje erbij. Kijk eens, oh. Lekker man. Ja jongens, voet mee, hè. Wat beter dan Soezel en Pip, maar we gaan even lekker een boekje lezen voordat we de ogen eens toe gaan doen. Je ziet het, de Bitcoin standaard. Investeer je geld, maar doe het met wijsheid. Nee, geen gekheid, maar gewoon even lekker nog een stukje lezen. Het is inmiddels 12 uur, dus het is echt wel tijd om de ogen toe te gaan doen. We hebben pas één piepje gehad, dus het is nog niet heel best. Het is niet heel veel. Heb je er vertrouwen nog in, Daan? Ik heb er wel vertrouwen in. Eén visje moet lukken, minimaal. Ja, op zich. Eentje, ik denk dat er nog wel eentje uitkomt. Denk gewoon een mooi klein projectspiegeltje van rond de 8 kilo. Dat zou toch wel lekker zijn. Zou hè? Mooi zijn. Zou mooi. Of een lekker grote jongen. Zou ook mooi zijn. Oké, slaap lekker, maar, pik. In ieder geval, slaap lekker jongens. En tot vannacht. Love you. Hey jongens. Dames, heren. Appels en peren. Ik kom eens even mijn tentje uit. Ik sta hier voor de crib van Chitte Vendersky. En we hebben ook heel fantastische nieuws. Vertel jij eens even de fantastische nieuws. Aan de lijn. Ja, dat ken je niet anders, hè? En wat hebben we daar toch zin in, hè? Ja, en hij heeft al zo vaak gepiept. Hij zei na nog even wachten, één piepie. Nou, één piepie. Hoe vaak heeft hij gepiept? Wel 20 keer? Nee, dat viel echt wel mee. Oké, 10 keer dan. Maar het is er denk ik wel eentje, hoor. Ja, het is er zeker weten eentje. Moet je scherm dat mee? Nee. Ja, nee. En? Ja, dit is er één. Is er één, hè? Ja, ik zie het al. Het is er zeker één. Chitte Brazenkoning 2022. Dit is er één. We hebben een mooie bochel. We gaan hem gevangen. En dan mag we lekker zwemmen. Ah, jongens, een hele goede morgen. Jullie zien het, we zijn fris en fruitig. En na de giebel van vannacht dachten we dat we helemaal niks meer hadden gevangen. Dus ik haalde 's ochtends mijn hengel op. Had ik nog een giebel. Het is ongelooflijk, ik had nog nooit een giebel gevangen op het kanaal. En Daniel die kreeg denk ik ook... Twee karpers bij? Wat zeg je nou? Dus Daniel die kreeg vannacht ook 5 piepies. Of vanochtend, het was 6:15. Ik zei, hey, pak je engel. Hij zegt, nee, is ook sowieso een braas. Dus kom morgenochtend wel. En hij zegt, er zitten twee zwemmen allemaal karpers naast. Dus hij pakt zijn engel op, zit er gewoon een karper aan. En er zwemmen dus allemaal karpers naast of zoiets. Zwemmen gewoon allemaal karpers naast? Ja joh. Ja, moet je even kijken. Kijk, deze nou. Spierkarpen volgens mijn kleintje. Echt? Ja, jongens, goedemorgen. Hij is mooi donker. Hij is mooi donker. Oh, een mooi visje nog. Ja, heb je ook een schep nog gehad? Nee, dat ben ik vergeten. Hij is best een mooi visje, maar er zwommen allemaal karpers in gaan. Ziek. Hey, hij is echt mooi donker. Hé, jongens, toch in plank, hè?
Ja, oh, is het genieten. Lekker, hè? Ja, ja, ja. Ik dacht eerst, Chitten, het zou een giebel zijn. Chitten, ja. Vervangen. Ik heb nog met mijn telefoon gebeeld, dus zo, bleh, gefilmd. Gefilmd? Dat dus, hebben we dus dat is wel grappig. Levensbond, moet je hebben. Oh. Oké, okay, ik ga snel wat scherm pakken. Hij toch geen blank. En die wietse deed alweer lauw. Hij stuurde... deed alweer blank, ja, blank. Het is 7 uur zondag, hij stuurde een uur geleden. Hey, jongens, blankie. Ja, dit is toch wel even lekker, jongens. Op de valreep. Op de valreep hangt hij eraan. Een typisch is het, hè? Typisch is een slank en je joekel. Ja, kom. Hij is best lang. Ja, nu hebben we de ochtendmeditatie niet eens een film, jongens. Ja, vertel, vertel het eens even. Ja. Hoe laat is het? Wie ben je en wat doe je? Hoe laat is het? Half 7, nee, 7 uur is het. Ja, het is bijna half 8. Oh. Nee, maar... Zo, kijk hem gaan, hè. Oh, mooi in het onderlipje ook. Zullen we eens even scheppen? Oh, zo, die inhaken is perfect. En hij vindt het net een beetje eng. Toch wel lekker dat natte netje zo meteen. Ja. Oh. Nou jongen. Zo, zeg je dat kopje gaan? Ja, het zit erin. Laten we eens even zien. Hoppakee. What's in the bag? Zo. Ja, dat is echt zo'n... Typische, hè, Westlandse. Hij is best lang, gek. Hij is wel lang. Helemaal uitgepaaid, zo dun als wat. Ja, ze komen inderdaad net van de bij. Hij is weer zijn kut, hè. Op de hard one, de Scopex. Ja, heerlijk. Zullen we hem eens even meenemen? We gaan hem meenemen, we gaan hem laten zien. Meenemen. Meenemen. Jongens, als je hem dus optilt, altijd even kijken of de vinnen plat langs het lichaam liggen. Yes. En oprollen. Dat is het goed, zoveel mogelijk oprollen. Beetje ondersteunen met het handje. En dan gaan we lopen. Leven. Jongens, je ziet het. We waren al bijna opgeruimd. Ook gewoon niet meer gefilmd vanochtend. Maar, ja, we dachten al, kut. Het is afgelopen. Maar goed, niks minder waar. Maar echt, het staat net niet in filmpje. Het was de camera pakken. Ik ben die vis aan het afdrillen. Zwemmen er gewoon serieus. Allemaal karpers tegen deze karpen aan. En ze waren niet bang, niet geschrokken. Dus ja, ik vind het bijzonder. We gaan hier nog een keertje vissen misschien. Ik vond het ook bijzonder. Ik ga eens even een krabbetje opbakken. Tjaka! Kom eens even. Hij is zo fucking hard geraakt. Door die scherpe haken. Kijk eens, daar is hij. Nou jongens, je ziet het. Loodjes er vanaf gevallen. Drop-off systeem. Kijk eens, hier is hij dan. En je ziet het. Die boilie is onaangetast. Terwijl de pop-up bijna helemaal er vanaf gevreten is. Top spul, die harde bollen. Helemaal goud. Helemaal goud. Kijk, hij is best lang. Geen kreeft kan ons meer pakken, hè? Nee. We zijn voorbereid. Kijk, hij is best lang, hè? Echt zo'n alleen... typische kanaalschub. Ja, maar ze komen net uit de paai. Nou, daar is hij dan, dames en heren, op de valreep. Heeft toch ons hele nachtje nog goed gemaakt. Wat een torpedo is het, hè? Wat een kanaalstijger. Kijk, lekker dat rugvinnetje erbij. Echt een mooie vinnetje. Ja, hij is echt punt en punt gaat. Hij heeft grote vinnen. Grote staart heeft hij ook. En ja, ik ben daar zo blij mee, na die twee giebers van Chitten. Chitten alweer lachen. Hij zegt, ah, oh, die Daan heeft ook een gieber aanhangen. Ik zeg, non, we gaan deze eens even meemaken. En wat hebben we hier, jongens? Kijk, ik zal even de andere kant laten zien. Kijk, die staart. Wat een vermogen. Wat een paard. Wat een vermogen. Zit zeker wat 200 pk aan onder zo'n beest. Nee, dat is toch genieten. Ik zou hem bijna een kusje geven, maar we moeten zo meteen snel weg. We hebben doe dat maar gewoon. Geef maar gewoon een kus. Lekker, lekker. Je moet ervan houden. Gelukkig hoeft geen meid te zien vandaag dat scheelt. Maar we gaan nog een paar foto's schieten. Maar deze grote doelrak, een keertje geen kleine, mag hij ook weer zwemmen. Jammer dat hij is afgepaaid, maar ik ben er wel fucking blij mee. Plotsa, plotsa. Ja toch, toch wel lekker gewerkt, chef. Nou, aangezien we bijna alles hebben ingepakt, waaronder ook de sling, ga ik gewoon de credo in het water leggen. Kijk eens. Oh. Ik vind het spannend, hè? Kijk, hij is echt punt, hè? Kijk, jammer dat hij is afgepaaid dan. Dat gaat niet. Hij is lang, hè? Ja, dat moet je wissen. Dan mag hij weer terug naar zijn familie. Punt en punt gaat. Kijk hoe lang die is. Even een beetje laten bijkomen. Kijk eens. Daar gaat ie. Lekker gewerkt, Nick. Goedemorgen. Hatsa flatsa. En nou, we gaan opruimen, want we hebben haast. Precies. Gaan we lekker ontbijten. Het regenen, en de gym opzoeken. Hatsa flats. Doe het nog eens. Hatsa flats. Zo, hé. Tering. Ben jij de broer van Mobicep?
Nee, de vader. Ja jongens, jullie zien het, hij staat er weer, het karretje. Het viskarretje. En daar staat het andere viskarretje met Daniel Tiedink. Yes. Want het is inmiddels... Kijk, 10:15. 10:15 inderdaad. Het gaat zo meteen fucking hard regenen, dus ja, we gaan opruimen. Met Chit even haast, dan moet over een uurtje thuis zijn, want er wordt opgehaald. We hebben een mooie karp gevangen, ik ga de video voor jullie afsluiten. Vond je het nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer, volgende week dinsdag zijn we weer terug. En ik zou zeggen, mis ons niet en dan gun ons gewoon. Ja, kijk ook even op de website davisteam.nl. Bestel je merchandise als je denkt, ik gun die jongens ook wat. Bestel gewoon wat kleding, heb jij een mooi lekker zacht truitje en dan zijn wij ook weer blij. Ja. Aju, de paraplu. Hey, Mazo! Mooi! Stilte voor de storm! Hey! Kijk hem aan, Rick. Jongens, Mazo! Tot volgende week! Ja jongens, het is zover. De engeltjes kunnen in. Het zonnetje is onder. En de lucht is niet meer blauw. Maar dat maakt niet uit. Je ziet het, hengeltje 1, een mooie...